In Denderleeuw is een zorgkundige aangerand die voor een patiënt onderweg was naar de apotheker. Een man sprak haar aan en duwde haar in een portiek om haar te kunnen betasten. De verdachte is gefilmd door bewakingscamera's in het station. Hij droeg een opvallende jas met logo en dat kan helpen om hem te herkennen. Op woensdag 17 februari, rond 10 uur in de voormiddag, komt deze man in beeld in het station van Denderleeuw. Hij draagt een blauwe jas met links vooraan en ook achteraan de woorden Bols Blue opgedrukt. De man hangt een tijdje rond op perron 5 en 6. We zien hem druk bellen en hij heeft een flesje frisdrank vast. Hij gaat naar beneden en duikt op aan de voorkant van het station. Hij is nog steeds aan het bellen en komt hier redelijk goed in beeld. Zijn mondmasker hangt onder zijn kin. De man steekt het stationsplein over en gaat in de richting van het centrum van Denderleeuw. Even later keert hij op zijn stappen terug. Hij kijkt rond alsof hij iets of iemand aan het zoeken is en hij wandelt uiteindelijk de stationsstraat in. Net op dat moment staat een zorgkundige hier in de apotheek op het plein. Ik werk in de thuiszorg en op 17 februari ben ik naar de winkel geweest, de apotheker, voor een klant van mij. En op de rugweg met de medicatie ben ik een man tegengekomen. Die was aan het telefoon. Ik heb daarnaar geknikt. Dan ben ik verder gegaan en op die moment hoorde ik mevrouw, mevrouw, mevrouw. Toen draaide ik mij om, want ik dacht ik had iets laten vallen. Maar dat was zo niet. Ik vroeg mij de weg naar de KBC-bank. Maar ik ben zelfs niet van die streek, dus ik wist het niet zijn. Dus ik leg hem uit waar de andere banken zijn. Zodanig dat hij toch geld kon afhalen als dat zijn probleem was. Ja, hij bedankt mij en hij draait hem om. Ik draai mij om en ik ga verder. En op een bepaald moment hoor ik een voetstap achter mij. En het eerste wat er mij opkwam dat was eigenlijk van... Die heeft gezien dat die bankkaart in dat zakje zit. Die kocht dat hier goed vast. En hij zegt, mevrouw, uw broek is vuil. Hebt een plek. En hij begint al te wrijven. Hier, hier. En hij wrijft. En ik zeg, ja, maar het is oké. Ik zal dat zelf wel doen. Maar hij had mij ondertussen al in een greep vast tussen mijn been dat ik niet meer weg kon. En dan zegt hij tegen mij, kom, want anders gaan de mensen nog denken dat... Ik heb zo wat zitten wrongen en ja, toch proberen duwen. Maar hij had zoveel kracht dat dat eigenlijk niet ging op die moment. Hij ging over en over en ja... Ik heb geluk gehad dat ik een centuur aan had, dat ik mezelf wel bescherm, dat zeker. Ik weet het niet goed. Zo voel ik het nu toch. Op een bepaald moment zegt hij dan, ja, oké, dank u, bedankt. Hè. En hij draait hem gewoon op en hij gaat richting de apotheek dan naar het station. En dan heb ik mij nog één keer omgedraaid om zeker te zijn welke letters dat er op zijn jas stonden. En Bols Blue, dat zal iets zijn dat ik nooit meer zal vergeten. Op het stationsplein komt de man nadien niet meer in beeld. De politie wil weten of iemand hem daar nog gezien heeft op 17 februari. Of weet wat hij in Denderleeuw kwam doen. Sarah zet haar weg verder naar haar klant. Ik heb haar wel op die moment verteld wat er gebeurd was. Ik heb daar ook eventjes geweend. Ik zeg, sorry, dat moet er hier even af. En gewoon heb ik gewoon verder gedaan. Dat was net alsof dat er niks gebeurd was. Tot als ik dan bij het politiebureau kwam en dat alles effectief wil... heel goed doordrong wat er gebeurd was. En dat... Ik heb daar heel veel nachtmerries over gehad. De beelden dat ik zijn handen voel en dat ik zijn jas zie. En dat zijn beelden dat ik niet meer ga vergeten. Misschien weet u wel wie deze verdachte is. Hij heeft donker haar dat tot net over zijn oren komt. En donkere ogen. Hij droeg een zwarte mondmasker en een zwarte muts. Maar wat vooral opvalt is de blauwe regenjas met Bols Blue op in lichtblauwe letters. De man spreekt vloeiend Nederlands zonder merkbaar accent. Ik hoop dat hij gevonden wordt of dat hij beseft wat hij gedaan heeft. Want voor mij is dat nog altijd een... Ja, misdaad is een groot woord, maar voor mij is dat nog altijd wel een misdaad. Of het is nog altijd mijn lichaam en ik wil daar nog altijd over beslissen wat dat daarmee gebeurt. Met tips over deze verdachte kan u bellen naar het gratis nummer van de politie 0800 30 300 en u kan ook mailen.